Alsjeblieft. Dankjewel, heel erg bedankt. Ik ben er heel blij mee. Kijk, dit gebeurt er nou als je een spontane avondree doet. Er zijn alleen de diehardsten. What up. En Marco is er ook altijd. Altijd. Marco is er altijd bij. Het is mij niet echt diehard. Het is gewoon leuk 10 minuten hier vandaan wonen. En Janice, hallo. Hey. All day MD girl. Ladies, all day MD ladies. Nou, dit is het dan. Dit is de hele bezetting. Ga nou niet in het volgende videootje vragen van hey Ruud, wil je een keer met me zoeken? Nou bied ik het aan. En er komt er niemand. Ik zie wel weer wie mijn echte vrienden zijn. Misschien komen er nog een paar. Zullen we nog een half uurtje wachten? Ja, een kwartiertje. Nee. Jongens, leuk dat jullie kijken. Welkom bij een nieuw avontuur van de Toy Soldier. Tot eerst de volgende. Ja, 2 eurotjes. Lekker hoor, een nieuwe? Ja, redelijk nieuwe. Voor de mensen die zich een beetje afvragen hoe dat nou zit met de quest in kwestie op het strand. Ik heb allerlei soorten modus geprobeerd, maar op dit moment zoek ik op park. En nou bibbert hij wat, omdat Marco in de buurt staat. Maar ik zoek op park en ik heb de sens op 94 staan. En ik heb, dat heb ik dan wel als enigste gedaan en dat is de grondbalans op 0 gezet. En zo klinkt die. Dat is de 2 euro. Ja. Hoe komt het nou dat iedereen altijd Ray-Bans vindt en ik alleen een glasloze halve bril? Glenn. Hommige later een liedje kosten, meer mag je hebben. Moet ik trakteren op een ijsje? Dan mag ik dan 1 lik? Nee, dat kan niet. In verband met de coronaregels verkopen ze geen losse likken. Ik heb alleen nog maar een bierlikje. Een bierlikje. Hier, ik vang 20 centjes en ze gaan gelijk in mijn aura lopen zoeken. Kom op jongens, 3,5 meter afstand. Camera. Jullie zijn een ring kwijt. Ik ben zeker een ring kwijt. En wat voor ring was het? Het was een zilveren, beetje dikke ring. En ja, gewoon zilver en dik, heel erg basic. Maar wel een dikke zilveren ring. Ja. En hij moet je ergens hier gaan leggen? Ja, ergens hier. Ja. Ergens hier al leggen. Ja. Marco, kom je even helpen? Oh, wow. Je hebt een team. Ja, jongens. Ja, Marco, die is de baas. Instagram, het is Ella de Vries. Hey, shout-out is niet gratis, hè? Oh shit, 5 euro. Ze gaan hem zelf zoeken, hè? Ja, dat vragen ze niet eens, hè? Ze gaan gewoon rennen. Thumbnail. Kijk, zo moeilijk is het nou. Oh my god. Is dat hem? Dat is hem, hè? Ja! Yeah! Alsjeblieft. Dankjewel, heel erg bedankt. Ik ben er heel blij mee. Oh shit. Dat ging zo snel. Ik sta op dit moment gewoon op mijn knieën een ring aan een meisje te geven. Dat is echt niet goed. Moet je even filmen hoe je Ik ben wel minderjarig. Ik ben een beetje minderjarig. Ja, en ik ben een beetje getrouwd. Ja, dat gaat een beetje moeilijk. Dat is niet echt de bedoeling. Glennie boy, Glenn gaat stoppen, want Janice krijgt de chill. En jullie gaan even lekker onder een dekentje Netflixen. Nee, eerst een ijsje halen. Ja, dat klopt eigenlijk. Je hebt het chill, maar je gaat eerst een ijsje halen. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, ik ga nog wel even met Marco een streepje door, als jullie het niet erg vinden. Maar ik wil wel even weten wat je gevonden hebt. Ik heb gevonden. Komt weer, ben ik klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Die dikke vette ring. De sleutel naar geluk. Ja, maar hij is wel helemaal nieuw, hè? Zie je dat? Ja. Niet lang staan. Hoe kom je aan die sleutel, joh? Ja, dat is niet niks, hè? Ja. Ja. Hij glimt erover, man. Ja, misschien is hij wel van zilver. Ik heb hem gevonden, kijk. Ja, dit is het, hoor. Ben je er klaar voor? Een balletje. Hey Glenn. Ja. Zullen we de volgende keer weer gaan magneetvissen? Ja, of lekker even naar een bos van, joh, waar heel zwaar gevocht is. Een bommetje handgranaatje, weet je wel. Ja, daar ben ik weer iets minder van, maar we zoeken iets ertussenin. We gaan iets ertussenin zoeken. En? Altijd je spullen opruimen. Ja. Nou, wil jij het balletje hebben? Nee, ik hoef het balletje niet te hebben. Nee, ik hoef het balletje niet te hebben. Wil je echt niet hebben? Nee, I got two balls.
Ik ga mijn geld weggeven. Yo meneer, niet schrikken. Ga ik je wat aanbieden? Ik ben er heel blij, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Dat is aardig. Ken ik dan weer niet laten, hè? Ik had denk een eurotje of 5 gevonden. En achter me, op de achtergrond, staat een dakloze. Die staat een beetje de spulletjes bij elkaar te rapen. En dan ken ik het niet laten, hè? Dus ik heb uiteindelijk weer niks meer. Ik heb alles weggegeven. Ik kan er gelukkig zelf nog om lachen. Dat was hem weer, Marco. Zeker weten. Alleen de strijders blijven over. Ja. Waar is Klein gebleven? Is gauw naar huis gelopen. Ja, dit was weer een avondje Zandvoort. Eigenlijk best wel bijzonder. Ja. We hebben eigenlijk 2 goede daden verricht. We hebben iemand wat centjes gegeven die lekker wat kan eten. En we hebben een ring teruggebracht. Ja, aan een paar dametjes. En ik ga weer broken naar huis. Morgen weer even naar de baas doen. Nou ja, zolang mijn buik er nog zit, hoef ik niet te klagen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.